Zijn corporaties nou wel of niet steenrijk? Daarover gaat het in deze aflevering. Ja, het is eigenlijk een jaarlijks terugkerende vraag: hè? zijn corporaties nou wel of niet rijk? Uh, of ja, in Iets Andere bewoordingen. Hoeveel geld hebben coöperaties nou echt? Um, en je ziet het ook, nou ja, ook dit jaar weer, hè, rondom het verschijnen van de jaarrekeningen, uh, zie je toch wel veel mensen zeggen: van, ja, zie je wel, coöperaties hebben weer winst gemaakt. Uh, en um, nou ja, of het moet terug naar de huurders, tussen aanhalingstekens, of het moet ergens anders uh, naartoe, het moet naar de overheid, of het moet geïnvesteerd worden door de coöperaties. Um, alleen um, ja, de vraag is eerst even: van. klopt het eigenlijk wel? Hè? Zijn coöperaties nou wel steenrijk? En, Um, als je naar de winst- en verliesrekening kijkt, he, moet je maar eens doen voor je eigen coöperatie. Als je onder de streep kijkt, dan is het waarschijnlijk zo dat ook bij jouw coöperatie winst is gemaakt. En bij een heleboel coöperaties is dat ook een forse winst die daar als bedrag onder de streep uh, uh, ja, staat in het jaarverslag. En dan zou je inderdaad zeggen: van nou ja, dan, dan, dat is dan de waarheid. Maar het ligt toch iets genuanceerder. En dat zit namelijk zo. Als je um, kijkt naar de winst. Uh, coöperaties de winst- en verliesrekening ja, dan, uh, dan zijn er bepaalde regels voor coöperaties wat je allemaal mee moet tellen met uh, je, je baten van het jaar en de lasten uh, die je in dat jaar had, uh, dus um, je moet niet alleen als inkomsten meerekenen de huurontvangsten uh, uh, en ook niet alleen als uitgaven het onderhoud wat je hebt gedaan en uh, de, de 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 salarissen die je hebt uitbetaald en de rente die je hebt betaald en als je naar, als je alleen naar die zaken zou kijken, dan zou je uh, bij heel veel coöperaties ongeveer uh, op nul uitkomen. Ja, als je echt alle uitgaven die je daadwerkelijk doet meeneemt. Um, als je gaat kijken, en dat moeten coöperaties doen, ook nog eens een keer naar het verschil in waarde van alle vastgoed wat je in bezit hebt. En stel dat het op 1 januari van het vorige jaar dat, dat, uh, dat, dat, dat je bezit 100 miljoen euro waard is en je totale bezit is eh, na een jaar is in waarde gestegen um, en dat is nu ineens niet meer 100 miljoen euro waard, maar 105 miljoen euro waard, uh, dan moet je dus die 5 miljoen verschil, dat moet je dus als winst, uh, uh, ja, in je winst- en verliesrekening gaan opschrijven. En dat noemen we dan de niet gerealiseerde waardeverandering. De, dat betekent, ja, dus de waardeverandering van je vastgoed, dat is die 5 miljoen en dat is niet gerealiseerd omdat je, er geen bal aan hebt dat je dat hebt gerealiseerd. Of dat, dat, dat die waardeverandering er is. Want die woningen heb je aan het begin van het jaar, ja, zitten ze gewoon in de verhuur. En aan het eind van het jaar zitten ze nog steeds in de verhuur. Tegen nog steeds dezelfde huurprijs. Hè, misschien een kleine, uh, kleine verschillen door, door mutatie of door een jaarlijkse huurverhoging. Um, maar die 5 miljoen waardeverandering, wat die woningen waard zijn, um, dat heb je niet gerealiseerd. Dat kun je pas realiseren als je die woningen bijvoorbeeld zou. Verkopen. Maar dat is nou net niet wat je wilt als coöperatie. Dus um, ja, zijn coöperaties steenrijk? Ja, in een bepaalde manier wel. Uh, want ze hebben dus letterlijk veel stenen. Hè? Dus in de letterlijke zin zou je kunnen zeggen dat coöperaties steenrijk zijn. Het geld staat alleen niet op de rekening. Als je echt wil weten wat, uh, wat, de wat, wat nou de echte winst is van de coöperatie tussen de aanhalingstekens, dan kun je veel beter kijken naar het kaststroomoverzicht en dan ga je kijken naar de kaststroom van de exploitatie. Um, en daar zie je inderdaad wat een corporatie in een bepaald jaar daadwerkelijk heeft uitgegeven aan personeelslasten, aan onderhoud, aan rente, aan, aan verhuurderheffing en andere dingen die geld kosten. En uh, wat er is binnengekomen aan huurinkomsten en uh, eventueel andere inkomsten uh, voor de corporatie. Nou, en dan zie je dat, uh, dat een groot deel van die winst dus verdampt, uh, omdat het niet echte winst is die op de rekening komt, maar ja, puur een fictief bedrag. Waardevermeerdering van je vastgoed, van je stenen, um, wat, uh, ja, wat je verplicht bent als coöperatie om in je winst- en verliesrekening op te nemen. En um, ja, zelfs al zou je uh, die waardevermeerdering wel meenemen, uh, zou je bijvoorbeeld op basis daarvan extra geld kunnen lenen of zou je op basis daarvan extra uh, investeringen kunnen doen, omdat je woningen bijvoorbeeld gaat verkopen of omdat je de, 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 de huren omhoog kunt doen, daardoor. En zelfs dan is dat nog niet voldoende. Natuurlijk, uh, er gaat veel geld om in de coöperatiesector, maar tegelijkertijd is het ook zo dat er ook een enorme opgave is. En als je kijkt naar de opgave in nieuwbouw, in verduurzaming, in het betaalbaar houden van huren, um, ja, dan is zelfs uh, met al die waardevermeerderingen al die. Winst die coöperaties dus op papier vooral maken. Zelfs dat is nog niet genoeg om al die nieuwbouw te realiseren, om die verduurzaming te doen en om ook, ook nog eens een keer die uh, huren laag te houden. En um, ja, het is toch wel een hardnekkige uh, misverstand eigenlijk dat coöperaties dus rijk zijn. Het gaat ook wel terug naar het begin van deze eeuw zelfs. Hè. Dus als je uh, kijkt naar bijvoorbeeld 2004 is een rapport verschenen van de, toen nog de Fromraad over het geld wat. Bij de corporaties tegen de plinten klotsten. En dat was toen ook echt zo. zo. Coöperaties hadden toen echt heel veel geld. Uh, maar in 2006 is de uh, vennootschapsbelasting toen nog gedeeltelijk in eerste instantie ingevoerd voor corporaties, later geheel. Uh, en later is daar ook nog de verhuurderheffing bijgekomen. De belastingdruk is voor corporaties ontzettend toegenomen. Heel veel corporaties betalen al meer aan verhuurderheffing. dan dat ze betalen aan rentelasten voor hun, voor hun leningen. En um, ja, dat betekent dus dat. Coöperaties waar ze eerst inderdaad rijk waren, nu dat al lang niet meer zijn. Nog steeds gaat er veel geld in om. Dat geld zit vooral vast in de stenen. Uh, en zelfs als je dat los zou maken, dan nog is het niet voldoende om aan de volksvestelijke opgave, nieuwbouw, verduurzaming, et cetera, om daarin te voorzien. Dus um, ja, de vraag van: zijn coöperaties steenrijk? Nou ja, ze hebben veel stenen, maar rijk zijn ze niet.